Wir zeigen hier den Edekuse. Wir spielen laut Buhr von Edekuse. La Paloma! Het boerenleven van 50 tot 100 jaar geleden herbeleven. Dat kan vandaag tijdens de oude ambachten in Eindighuizen. Het evenement vindt dit jaar al voor de 33ste keer plaats. En aan de hand van maar liefst 100 demonstraties laten de inwoners van Eindighuizen zien hoe dat vroeger ging met die oude ambachten. Verzinnen, Jan Dijsje. Dat wil zeggen de vruchten uitslaan, het graan uit de vruchten slaan door middel van Dijsje met de vlegel. Dat is even hier doen. En als dat gedaan is, dan wordt dat bij elkaar gedaan en dan wordt dat gewonnen in een wanmeulen. Dat is het kaf van het korenscheien, om het zo maar te zeggen. Ja. En dan heb je het graan over, waar ze dan brood van kunt bakken of bijer van kunt maken. Verschillende dingen, ja. Het is de 33ste keer dat hij de oude ambachten zijn. Ga je ieder jaar met? Of? Ja, ieder jaar. Probeer het de beter te blijven. Het is een stukje nostalgie. Hè? En voor oude lui is dat de hang van vroeger. Even terugkijken van wie je toen was. Er zijn nog lui die komen ieder jaar speciaal hier naartoe. Naar Eindighuizen dan. En om te zien wie het allemaal vroeger in zijn werk ging. Ja. Vier touwen draaien we strak en daarna draaien we het in één groot dik touw die dan heel sterk is. Jullie zijn nog vrij jong, jullie hebben die oude ambacht ook nog niet meegemaakt. Van waar die interesse? Ja, ik heb dat eens een jaar hier met Thij heb ik dat samen gedaan en toen beviel me dat wel eigenlijk. En toen ben ik ieder jaar teruggekomen, want dat was toch wel heel leuk. En jij? Ja, mijn neef was hier aan het werken en dat leek me ook wel een keer leuk. En had ik het een keertje meegedaan en ik vond het ook wel leuk en ben ik blijven erbij gebleven. Vinden jullie er nou van, hoe dat vroeger zo ging en nu? Ja, het was toch helemaal anders dan nu natuurlijk. Want ik zou er nu zelf een motortje op zetten natuurlijk. En dan hoef je niet meer zo lang te slaan. Ik ben hier een bestaand boek aan het kopiëren. We hebben pas een nieuwe orgel klaar. En daar moet natuurlijk ook repertoire bij komen. En dat is precies wat hier nu gebeurt. Hoe leest dat orgel dat zo? Dat met toetsen. Daar staat een voorbeeld. Dat is ook een 72 toets. Die lopen over een 72 toetsen. Die met veertjes naar boven gedrukt worden. Zodat door de gaatjes van de karton steken sturen ze klepjes open. Die dan weer lucht geven naar een budgetplank. Waar weer op de overwindlader ligt. Drukken daar weer kleppen over. En daar zitten de windlaters op aangesloten. Het is eigenlijk een opnemer en een versterker en de pijpen zijn dan de speakers. Ik kom vaker naar de oude ambachten? Ja, niet ieder jaar, maar ieder 3-4 jaar kom ik per jaar. Waarom? Voor de gezelligheid en ook de manier wie ze het hier opzetten met al... Echte oude ambachten vind je hartstikke leuk. Wat is de charme van de oude ambachten dan? Tot dat toch bieden mensen blijft wie vroeger alles gedaan werd ten opzichte van nu. Wie gemakkelijk of ze het nu hebben. Wie vroeger alles met de handje moest gedaan worden. Dat is gewoon leuk voor dat weer eens te zien. En daar ook over te vertellen aan de jonglui bijvoorbeeld. Het is gewoon interessant. En denk er, hè, wie sticht zich zo van in het veld met dat gereedschap werken? Vooral bij dat kindje voor dat gezin. En ja, de oude zijn nu gestorven. En ja, nu kennen ze zich voor, dan komt een herinnering boven. Beetje nostalgie dus. Ja, is erg. Ja.